Wie van jullie heeft hier in het laatste jaar, het afgelopen jaar, fijne seks gehad? Vingers. Aardig. Wie van degenen die de vingers heeft opgestoken, heeft dat tegen een collega verteld? En wie had het er met vrienden over? Oké, dat valt mee. Het is interessant, hè, als je zo'n vraag in de zaal stelt. Het is niet helemaal duidelijk hoe we ons nou moeten verhouden tot seksualiteit. Is dat iets wat we zomaar kunnen toegeven in die zaal vol met vreemden? Dat is niet zo vanzelfsprekend. En ik geloof dat dat eigenlijk jammer is. Want seksualiteit kan zoveel zijn. Naast dat het natuurlijk een bron van frustratie of problemen is, is het vooral ook een bron van plezier, van creativiteit, van genot. En daarom ga ik jullie vandaag wat vertellen over hoe ik denk dat het anders kan. We hebben duidelijk in Nederland nog te maken met de resultaten van onze joods-christelijke traditie. Maar er zijn alternatieven. Een alternatief, misschien wat jullie allemaal wel een belletje doet rinkelen, de Kama Sutra. Het is inmiddels alweer 2.500 jaar geleden, dus ik neem aan ook zelfs de oudste mensen in de zaal dat niet nog allemaal hebben mee kunnen herinneren. Maar waar we de Kama Sutra zien als een soort van IKEA-manual voor standjes en fijne seks, is het eigenlijk veel meer een boek die gaat over kwaliteit van leven, waarin seksualiteit een vanzelfsprekende rol speelt. En juist die vanzelfsprekendheid van seksualiteit, die wil ik proberen om in onze samenleving van vandaag de dag te brengen. En dan zou je kunnen zeggen, ja oké, dat is leuk, misschien ben jij wel een lekker vies ventje en vind je dat allemaal wel belangrijk. Maar ja, hoezo kunnen we daar, waarom is dat belangrijk? Wat kunnen we er met z'n allen aan hebben? Een derde van de mensen, ook hier in de zaal, die wil namelijk meer seks. Ja, ik zal niet vragen om de handen op te steken, maar hè, kijk om je heen, misschien heb je een idee. Het gemiddelde cijfer wat wij aan ons seksleven geven, is een 5,9. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, ik zou er op de middelbare school net mee wegkomen. Mijn ouders waren er misschien tevreden mee, maar daar houdt het ook wel mee op. En ik vind dat we onszelf in die zin ook veel te veel tekort doen. We zijn niet helemaal in staat om dat idee van seksualiteit te integreren in ons leven. En ik probeer eigenlijk die seksualiteit te integreren. En een mooi voorbeeld is, wat je hier al op het scherm ziet verschijnen, toen denk ik van, wat een rare verhouding hebben wij toch tot seks. Hier zie je in een Lingo-aflevering, op een gegeven moment spelt iemand het woord cumshot. Ik weet niet, zijn er mensen die niet weten wat een cumshot is? Dat is als in een pornofilm een man klaarkomt over het gezicht van een vrouw in veel gevallen. Nou, dat werd gezegd, de mensen in de zaal wisten het wel. Lucille Werner raakte in paniek. Die assistent van haar, die wist ook niet precies wat ermee moest. Er ontstond giecheling, zeg maar, alom. En dat was helemaal niet duidelijk van, oké, wat moeten we hier, hoe lullen we ons hieruit? Het lijkt alsof we onze samenleving hebben opgedeeld in een wereld die gaat over seks en een wereld die niet gaat over seks. En denk maar bijvoorbeeld aan het straatbeeld. Hè? Alle winkels die in de binnenstad zitten. Er zijn bijna allemaal winkels waar we kleren kunnen kopen. Nou, supermarkten. En we hebben één gezellig klein seksshopje. Zo, aan de rand ergens. En waar we, als we langslopen, kijken we stiekem naar binnen. En misschien zien we daar wel iemand naar binnen lopen. En daar vinden we allemaal wat van. Dat vind ik typisch. En die segregatie van het seksuele en het niet-seksuele. Ik ben daarover na gaan denken. En eigenlijk hebben we daar in Nederland een heel mooi woord voor. Namelijk het seksleven. Denk daar eens over na, het seksleven. Het seksleven impliceert eigenlijk dat we een soort van parallele werkelijkheid naast ons hebben. Een wereld die niet gaat over het hier en nu, maar over het daar en straks. En wat ik wil doen, is juist dat seksleven met het dagelijkse leven eigenlijk versmelten. En hoe ga ik dat doen? Ik ga dat doen door design. Door producten ontwerpen. Want ik geloof, we leven in een samenleving van consumenten, hè, waar de producten die we kopen, die we dagelijks gebruiken, daarmee geven ons leven vorm. Maar daarom geloof ik ook dat ontwerpers de unieke kracht hebben om door middel van het vormgeven van innovatieve objecten, innovatieve producten die over seks gaan en die het met een glimlach of met creativiteit of weer op een holistische manier benaderen, dat we op die manier onze samenleving, onze cultuur bij kunnen sturen in een cultuur waar meer ruimte is voor seksualiteit en daarmee genot. Make love, not chairs, is een leuke uitspraak. Maar kijk, als je het hebt over producten,
Wat voor producten denken we dan als het gaat over seksualiteit en design? Nou, je ziet het hier achteral een beetje, ik weet niet of jullie het duidelijk hadden, een soort van zebraprint. Maar dit is allemaal silhouetten van allerlei soorten sekstoys die te vinden zijn in dat winkeltje waar ik het net over had. Nou, die spreken niet heel erg tot de verbeelding. Sekstoys hebben eigenlijk maar één doel in veel gevallen. En dat is gewoon iets ergens instoppen. En dat kan dan in het rood, in het blauw, met een ribbeltje, een extra trilfunctietje. Nou ja, zo kun je wat variëren. Maar ik geloof dat er veel meer mogelijk is. Dat we buiten dit kader van een klein vibratortje kunnen kijken. En dat we seksualiteit op een andere manier kunnen benaderen. Dat heb ik eigenlijk door twee dingen gedaan. Ik ben eigenlijk aan het onderzoeken van wat is die ruimte dan? Ja, misschien zit het wel in mijn hoofd, maar hoe kunnen we daar die vormgevers zo stimuleren om hier anders over na te gaan denken? Dat heb ik gedaan door enerzijds te doseren, door les te geven aan de Design Academy in Eindhoven, waar ik zelf ook nog ben opgeleid een aantal jaar geleden. En het tweede is dat ik een expositie wilde maken. Ik wil op een groot podium, namelijk tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, waar elk jaar bijna 300.000 bezoekers komen en een van de hotspots is in de internationale designwereld, laten zien van hey, hoe zou die andere blik op seksualiteit eruit kunnen zien, die andere insteek. Ik wil beginnen met het stukje lesgeven. Dat was eigenlijk wel mooi. Je zou kunnen zeggen, Design Academy gaat over of design in zekere zin, gaat over het verbeteren van de kwaliteit van leven. Maar toen ik zelf studeerde aan de Design Academy, vond ik het eigenlijk heel opmerkelijk om te merken dat niemand het over seks had. Ja, waar genieten we nou eigenlijk met z'n allen het meest van? Zijn we niet allemaal ook gewoon seksuele wezens? En we maken allemaal een stoeltje en we maken een mooie tafeltje en een glaasje. Maar ik denk, ja, dat gaat niet over ons mens zijn. In ieder geval in mijn idee niet. Dus wat ik wilde met de studenten is dit traject ingaan. Van nou, wat zouden we dan kunnen vormgeven? Dus ik klopte bij de Design Academy aan. Nou, die waren niet zo heel enthousiast. Dacht van, seks, wat moeten we dan hiermee? Dan gaan we eigenlijk allemaal sekstoys maken. Willen we niet hebben. Ik zeg, nee, we gaan geen sekstoys maken, geloof mij, we gaan het helemaal anders doen. Uiteindelijk heb ik een toezegging gekregen en ben ik met 16 studenten, 11 studenten, in 16 weken een vak gaan doorlopen, wat gaat over seksualiteit. Het mooie was, ik had nog nooit in mijn eentje voor de klas gestaan. Ik vond het dus best wel eng. Ik was niet heel veel ouder dan veel van de studenten en het ging over dit onderwerp. Dus ik was best wel gespannen van, wat kunnen we verwachten? Maar wat ik eigenlijk al merkte in de eerste les, was door dit onderwerp zo bespreekbaar te maken en met humor en het gewoon heel menselijk te maken, dat iedereen er zich heel senang bij voelde om erover te praten. We doen al een voorstel rondje om de studenten te leren kennen. En mensen begonnen meteen te vertellen over, ja, ik ben eigenlijk nog maagd. En ja, ik vind het eigenlijk wel raar dat het hier over seks gaat. Ik heb het idee dat ik als maag nog een beetje als een soort van minderwaardig mens word aangekeken. Zeker als ik ergens in de 20 ben. Andere mensen hadden het over relationele strubbelingen die ze hadden. Over kwetsbaarheid. Nou, daar hadden we dus met de studenten over. En ik merkte eigenlijk al in de eerste les dus dat dit een heel bijzonder traject zou gaan worden waar het op een inhoudelijke manier over seks zou kunnen hebben. De eerste opdracht die ik aan de studenten gaf is neem genot serieus. Hè? Ga vanuit je eigen persoonlijke genotsbeleving die je hebt. Ga daar eens kijken hoe je daar als vormgever toe kan verhouden. Nou, een voorbeeld daarvan is het werk van Janne Schimmel. Het heet Wat je zegt bij jezelf. Janne was geïnspireerd door hoe hij met zijn ex-vriendinnetje lag op de kussens in bed. En misschien kennen jullie dat ook wel. Dat ze elkaar zo zachte woordjes in de oor fluisterden. En een beetje geniepig. Maar ja, dat was een ex. Dus dat had hij niet meer. Dus hij was aan het kijken hoe kan ik die intimiteit met mezelf creëren. Dus hij heeft een masker gemaakt. Een koptelefoon met een mondstuk. Waarbij jezelf in je oor kunt fluisteren. Nou. Het mooie aan dit ontwerp is, ik heb het opgehaald, ik heb het nou niet bij me, maar ik zou het kunnen aanraden. Als je het op je mond zet, praat je dus direct in je eigen oor. Je hoort geen omgevingsgeluid, maar je eigen stem is best wel hard. Ik loop nu ook best wel te tetteren. Maar als je dus in je eigen oor praat, dan begin je opeens ook allemaal te fluisteren. En met dat je aan het fluisteren bent, voel je ook je eigen warme adem langs je oren stromen. En op een gegeven moment, wat, dat was echt mooi om te realiseren, ben je dan al fluisterend zo tegen jezelf bezig en merk je dat je allemaal lieve woordjes naar jezelf gaat fluisteren. Een soort van dat je jezelf gaat versieren. Dat is echt een hele bijzondere manier om intiem te zijn met jezelf. Nou, dit laat dus zien als het gaat over genotsbeleving, dat het niet alleen maar gaat over masturbatie, over aftrekken, maar dat je het ook op een hele andere manier die intimiteit met jezelf kan beleven. Het tweede deel van het vak ging eigenlijk meer over ja, wat vrijheid. Studenten waren wat al meer vertrouwd met het onderwerp. Die durfden ook naar mij toe wat meer zich nog uit te spreken. Dus ik heb ze wat vrijgelaten.
Een mooi voorbeeld van een project wat daaruit kwam was het project van Maud van der Linden. Zij heeft een masturbatiepak ontworpen. In ieder geval zo is het inmiddels bekend in de media. Zij was als jong meisje, of zij was in ieder geval als ze terugkijkt op haar jongere zelf, geïnteresseerd in hoe zij in haar tiende jaren helemaal niet wist dat je eigenlijk als vrouw zijnde aan jezelf mocht zitten. Dat het überhaupt fijn kon zijn en dat het oké was om te masturberen. En wat zij wilde is die vanzelfsprekendheid, vanzelfbevrediging terugbrengen. En dat heeft ze gedaan door deze hippe, ja, ik hoorde het al pyjama, nee, maar dit is wel dit is meer een onesie, een soort van huispak. Maar waarbij je dus onder je borsten en bij je kruis een makkelijke opening hebt om gewoon aan jezelf te zitten. En ze heeft het zelf zo gemaakt dat als je je schouders beweegt, dat het pak lichte tintelingen tussen je benen teweeg brengt. Nou, het mooie is dat wat hier gebeurt, is dat het niet per se een heel vulgair ontwerp is. Het laat op een hele vanzelfsprekende manier zien dat we ook gewoon seksuele behoeften hebben. En integreert dat eigenlijk in een pak, nou ja, wat je je ook kan voorstellen, dat zou in een bijenkorf bijvoorbeeld kunnen hangen. Het tweede ding is een tentoonstelling. Ik droomde ervan dat podium, hè, die 30.000 man die ik allemaal kon laten zien wat seksualiteit nog meer zou kunnen zijn. Dat is uiteindelijk 4Play geworden. Dat is een tentoonstelling die ik met mijn collega Sander Muizer en Angelique Spanings van MU heb gecureerd. En het heet 4Play Shaping Sexuality. Dus door middel van de vormgeving een nieuwe kijk op seksualiteit te geven. We wilden dat het een drempelloze tentoonstelling werd. Jong en oud moest daar binnenkomen. Als je mensen daar al zo buiten, die liepen langs die straat daar. En die dachten, oh, het gaat over seks. Ja, dan kwamen we binnen en die meteen, oh, waar zijn alle dildo's en vibrators? Nou, die waren er geen één. We wilden juist laten zien dat het ook anders kon. Hier zie je een blik van de tentoonstelling, wat voor bezoekers er rondliepen. Dat was echt prachtig om te zien. Jong en oud ging met elkaar in gesprek. Het was heel vanzelfsprekend. Er werd gebloosd, maar er werd ook gelachen. En we wilden de bezoeker ook echt onderdeel maken van de tentoonstelling. Dus we hadden overal stickers opgeplakt met do lick, do touch, do sit. Dus op die manier ook echt in dit verhaal van die luchtige verhouding tot seksualiteit daarin mee te nemen. Binnen de tentoonstelling waren eigenlijk twee onderwerpen van belang. Twee thema's, twee kapstokken waar we uiteindelijk het werk op hebben uitgezocht en de tentoonstelling op hebben ingericht. Ten eerste is dat lichamelijkheid. We hebben allemaal lijven en die vinden het allemaal over het algemeen prettig om aangeraakt te worden. Maar het zijn ook lijven die over tijd veranderen en het zijn lijven die als ze naakt zijn opeens een seksuele lading hebben. Nou, klopt dat wel? Het tweede is een stukje verbeelding. Seksualiteit gaat ook over fantasie. Het gaat ook over het durven zien van seksualiteit. Maar hoe kun je dat als ontwerper, die verbeelding, triggeren? Nou, om te beginnen met lichamelijkheid. We hadden een aantal werken in de tentoonstelling, daar wil ik u even snel wat van laten zien. We hadden bijvoorbeeld een vaginaspiegel, een vulva versa, van Michelle Degen heette die. Ze had een ergonomisch spiegeltje gemaakt voor vrouwen, zodat het heel makkelijk is om jezelf te bekijken. Voor mannen kan het trouwens ook, wat dat betreft. Maar met dat je dus, je zou kunnen zeggen, het kan ook met een badkamerspiegeltje of een klein make-up spiegeltje, maar juist doordat ze er een specifiek object voor vorm heeft gegeven, creëer je ook bestaansrecht voor die specifieke handeling. Van weet hoe je lichaam eruit ziet. Ga gewoon op onderzoek. Dat is oké en dat is leuk en je kan er juist van leren. En zit er maar eens aan. Maar het begint met dat je weet dat het bestaat en dat je het onder ogen durft te zien. Daartegenover hadden we werk van Arnoud Holleman hangen. Dat heet Family and Friends. Dat is een serie van 7 portretten. En waar een penis nog wordt geassocieerd met een soort van krachtsymbool, een soort van statussymbool. Zie je hier eigenlijk 7 portretten van hele gezellige, vriendelijke, gezond variërende, ontspannen piemeltjes naast elkaar hangen. En ik vond dat ook wel een heel prettig beeld om ook in die tentoonstellingen mee te nemen. En je kan je hier mezelf ook, als je dit ziet, kan je jezelf afvragen van, ja, in hoeverre hebben die piemels altijd per se een seksuele lading? Weet je, als ze gewoon zo erbij hangen, is het toch helemaal prima? Dan hoef je toch helemaal geen aanstoot aan te nemen. Het is gewoon een lekker zakje vlees wat daar gewoon een beetje loopt te bungelen. Maar als het over lijf gaat, ik zei het net al even, het is ook een lijf wat zich ontwikkelt door de tijd. Hè? Een lijf wat rimpelt. En waar we ooit nog wel eens geloven dat seksualiteit ophoudt bij de eerste rimpeling, is mij wel eens verteld dat seksualiteit alleen maar beter wordt naarmate je ouder wordt. Wie van jullie in de zaal vindt dat zijn of haar seksualiteit verbeterd is naarmate hij ouder is geworden? Jawel, heel goed, oké. Okay. Nou, we vinden het ook moeilijk om onze ouders, maar ook onze grootouders, te zien als seksuele wezens. Onze zorgindustrie, de zorghuizen, die hebben alleen maar 1-persoonsbedden.
De kamers kunnen niet op slot van de binnenkant. We hebben het idee van dat seks en ouderdom, dat gaat toch nog niet helemaal vanzelfsprekend samen. En daar heeft ontwerper Glenda Silva verandering in gebracht. En daar wil ik jullie nu een filmpje van laten zien. Hanna liep steeds moeilijker. Gerrit zag dit ook. Samen kozen zij voor de juiste ondersteuning. Zodat ze nog steeds met z'n tweeën weg kunnen. Want het is niet zo dat ze niet meer willen. Soms kunnen ze niet alles zelf meer. En elkaar helpen, dat vergroot de liefde des te meer. Want het is niet alleen een hulpmiddel voor Hanna. Het is ook een hulpmiddel voor samen. Love Assist. Voor seks op leeftijd. Wat Glenda Silva heeft gedaan, die heeft eigenlijk bestaande zorgobjecten heeft hij gehackt. Dus hij heeft een kruk gehackt en hij heeft een rollator gehackt. De kruk heeft hij zo gehackt dat je met een klein, ja, zo'n soort vormpje een tripod van kan maken. Dus een driepoot. Zodat het voor mensen die het moeilijk vinden om hun benen uit elkaar te doen, zeker als je het over een lepeltje-lepeltje positie hebt. Ja, ik zou het bijna willen demonstreren hier. Dat je dit eronder zet en dat je de benen erin kan leggen, zodat je benen makkelijker uit elkaar kan gaan. Zodat je makkelijk, de man makkelijker bij de vrouw naar binnen kan. Het tweede is een rollator. Nou, we kennen al die dingen wel. Nou, de heren die net nog stonden hadden hem niet bij. Gelukkig maar. Maar we kennen ze allemaal wel. Onze grootouders hebben er misschien wel eentje. Maar wat Glenn heeft gedaan, die heeft het zitobject zo gemaakt dat het naar voren en naar achteren kan schuiven. Dus het op die manier ook een soort van helpt en een beetje ondersteunt. Dat het niet meer zo zwaar is en niet meer zo spanning komt. Nou ja. Maar hoe kun je als ontwerper zorgen dat mensen met een bepaalde fantasie, of die fantasie eigenlijk prikkelen als het gaat om het gebruik van een object? Hoe kan je zorgen dat ze er zelf mee aan de gang gaan? Dat ze er creatiever mee omgaan? Nou, een mooi voorbeeld daarvan is het werk van Friso Wiersma, dat heet Five Elements. En die heeft door 5 objecten te ontwerpen die niet per se een specifieke functie hebben. Dus hier is geen handleiding bij. Het is niet duidelijk wat je met dat kaarsje, met dat soort van kwastje, dat naaltje, dat sponsje of die steen moet doen. En wat dit werk heel mooi doet, is dat het uitnodigt om zelf te gaan experimenteren. Ik bedoel, er is geen goed of fout. Er is geen referentiekader van, oh, iedereen gebruikt dit zo of iedereen doet dit zo. Een ander voorbeeld is Fort Folly van Jan-Pieter Kaptein. Dat maakte hij in opdracht van ons, van de tentoonstelling. En wat is hier eigenlijk precies de bedoeling van? En hier nogmaals zie je dus dat een soort van regelloze context, een context waar we geen referentie hebben tot hoe we ons moeten gedragen, bij kan dragen aan een vanzelfsprekendere rol voor seksualiteit. Door dit ding stond in de tentoonstelling. Nou kan je vertellen, er zijn een aantal dingen gebeurd waar ik van tevoren niet had gedacht dat ze daar zouden kunnen gebeuren. Maar dit zijn allemaal nieuwe objecten. En als het gaat over het vanzelfsprekend maken van seksualiteit en die lagen, zeg maar, het seksleven over het normale leven en dat door elkaar heen gaan mengen, dan is het ook interessant om te werken met die dirty mind, met dus die blik. En wat het mooie is, we zijn bezig om te kijken van hoe kunnen we als het ware de seksuele, de erotische potentie van objecten in ons dagelijks leven wakker kussen. Hoe kunnen we dat laten zien met een knipoog? Nou, je zag in het begin al de wasknijper. Door heel simpel te spelen, we maken eigenlijk niet een nieuw object, maar we maken een nieuwe verpakking. En door alleen maar die tekst aan te passen, creëer je op die manier eigenlijk een heel nieuw object aan zich. Dit is nooit meer een wasknijper, maar dit nodigt opeens uit tot totaal iets anders. Dit object, het zal geen massaproduct worden, het is eigenlijk meer een soort van geintje, een knipoog, om ons er allemaal te helpen herinneren van, hey, kunnen we ons niet veel luchtiger verhouden tot seksualiteit? Kunnen we seksualiteit niet verwelkomen in ons leven? En met plezier en met genot tegemoet zien, hè? Waarin ons lijf niet per se het seksueels is. En waarin we onze ouderen ook gewoon kunnen om ergens van te genieten. Dat we durven te blozen. Dat we durven nat te worden tussen onze benen of hard. Maar dat we middels de producten en middels een frisse blik seksualiteit in de komende jaren kunnen verankeren in onze cultuur. Dank jullie wel.